Art Festival in Beverwijk. Isa van Klaveren, hoe is het? Het is onwijs. Ja, het is onwijs leuk. Volgens mij is het best wel druk op het moment. En iedereen heeft het naar zijn zin, dus ik denk dat het wel goed gaat. Ja. Hoe is het ooit begonnen? In 2004 is voor het eerst, nou ja, toen heette het nog Young Art Circus, is gestart. En ja, dat was gewoon een stel creatievelingen die dachten, de Eimond die heeft wel even een creatieve kick nodig. Dus die zijn toen Young Art gestart en nu zijn we 15 jaar later en het is uitgegroeid tot nou, beste festival, denk ik zo. Ja. Waar halen jullie al jullie acts en bands vandaan? Nou, Tobias Souvenirs, dat is tevens een van de organisatoren van Young Art, vanaf moment 1 ook eigenlijk. Die doet de muzikale programmering, dus die is altijd het hele jaar door is hij aan het struinen naar leuke nieuwe bands, jonge bands. En die zet hij dan een van de neer hier op onze podia. En waar halen jullie dan je artistieke acts vandaan? Nou, Pam Tonen, die is nu artistiek leider. Dus zij staan inderdaad het hele jaar bezig met kunstwerken, kunstobjecten, performances, om dat bij elkaar te verzamelen en hier neer te zetten. Ja. Is het erg druk in de afgelopen 2 dagen? Ja, we zitten nu een beetje op de helft, denk ik, van de zaterdag. Iets over de helft. Gisteren was het aardig druk en ik denk dat als we het over de 2 dagen een beetje bekijken, dat we wel tegen de 6000 man aan zitten. Waar komen al die mensen vandaan? Is dat hoofdzakelijk uit Beverwijk, de Eimond, of komt het ook nog elders uit het land? Ja, oorspronkelijk natuurlijk vooral Beverwijkers, want zo is het ook ooit begonnen. En die komen er ook best wel op af. Maar we zien de laatste paar jaar dat er ook steeds meer mensen uit bijvoorbeeld Haarlem, Amsterdam en ook andere steden, dat ze wat meer naar ons toetrekken. Ja. Oké, dus mogen we spreken van dat jullie voorzien in een behoefte? Ja, eigenlijk wel. Ik denk het wel. Ja, mensen zijn het leuk te vinden, want ze komen toch ook weer terug. Dus ja, ik denk het wel. Wel even naar die camera, hè? Kan je ja schudden met die camera? Kan je ja zeggen? En zeggen ze nee? Nee! Oké, goed zo. Dan weet ik dat het een echte camera is. Zeg maar eens ja. Tobias, founding father van het Young Art Festival hier in Beverwijk. Hoe is het begonnen? 15 jaar geleden, ongeveer 16 jaar geleden, heb ik het bedacht. Ik wilde graag een festival organiseren voor bandjes uit de omgeving en daarbuiten. En dat heb ik rondgeroepen. En dat hoorden een aantal mensen, waaronder Martin Veldhuis en José Schuit. En die hebben naast de bandjes die ik aandroeg, hebben zij kunst en jongeren aangedragen. En die drie componenten zijn eigenlijk wat het Young Art Festival is. Ja, want het is een hele mix van muziek en kunstzinnige uitingen, hè? Dat klopt, zeker, ja. Ja. En hoe komen jullie nou aan al die artiesten en al die bands? Ja, wat doe je als programmeur? Dan ben je aan het scouten het hele jaar lang. Dus je bent op zoek naar bands, je bent op zoek naar kunstenaars, je legt verbindingen met scholen in de omgeving. En dat moet je bijhouden. Dus je moet continu op zoek en connectie maken met mensen en met boekingskantoren. En op die manier programmeer je het, zeg maar. Maar dat lukt je aardig, want het festival groeit en groeit, hè? Het groeit zeker. We hebben elk jaar weer wat meer mensen, zeg maar, over de vloer. Dus in die zin groeit het zeker. Ja, dat klopt. En hoe hou je het niveau nou een beetje op peil? Ik denk dat je altijd scherp moet zijn op wat je doet en altijd de lat heel erg hoog moet leggen. Dus je moet continu op zoek gaan naar de artiesten die op dit moment talent hebben. En dat moet je gewoon bijhouden. Dus je moet scherp op zijn. Wij gaan een tattoo zetten bij deze jongeman. Een tattoo? En wat voor tattoo? Een echte Young Art Festival plak tattoo. Zo, hey. Heb jij daar zelf om gevraagd, vriend? Ja, ik heb echt om. Ja. Zeker. Hoe heet je? Ik ben Rick. Hey, wat dacht je, zelf pijn doen? Nou, ik denk het niet, want het is met spons, dus een beetje nat maken. Stiekem doet het heel veel pijn. Ja. Hey Kenny, wat zijn jullie doen hier? Wij zijn hier gifjes aan het maken. Dat is eigenlijk een klein filmpje is dat. En dan gebeuren er spannende dingen die mensen niet verwachten. Dus er worden een heleboel ballen op je afgeschoten en bellenblaas en rook. En dat staat dan allemaal op je filmpje die je kan downloaden. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja. We gaan even binnenkijken, is dat goed? Dat is zeker goed. Veel plezier. Dankjewel.
Wat vindt u ervan, dat prachtige, mooie Jonge Art Festival? Dat zei je zelf al, fantastisch hoor. Ze hebben weer hun best gedaan. En een uitstekende manier elk jaar opnieuw een verrassende concept neer te zetten. Geweldig. Complimenten. Oké, nou, ik wens u nog veel plezier vanavond. Dankjewel. We zullen u niet langer ophouden. Dankjewel. Monique van der Horst, bezoeker van Jonge Art Festival. Bevalt het een beetje? Ja, heerlijk. Ieder jaar weer. En wat vind je nou het leukste? De mengeling van mensen, cultuur, de muziek en gewoon de vrijheid die je mag beleven. Ja, wat mij opvalt hier is dat er zoveel mensen met kleine kinderen zijn. Absoluut. En dat is meestal op zaterdag. Dan lopen er gewoon heel veel kindjes en iedereen houdt er rekening mee. En dat is prima. En dat is goed en het kan en het mag allemaal. En ben je voor de eerste keer hier? Nee. Ik denk mijn vijfde keer of zo. Ja. En dit jaar wel voor de eerste keer, of ben je gisteravond ook al geweest? Ik ben gisteravond natuurlijk ook al geweest. Ja. En wat was het mooiste gisteravond? Het mooiste gisteravond vond ik wel achterin. Was het een heel rustig, heel relaxed sfeertje. We hebben heerlijk op de blokken gezeten. Gewoon melancholisch. Bijna wel luisteren naar de muziek. Heel bijzonder. Dat lijkt me een heerlijke ervaring. Die wens ik je vanavond ook toe. Gaat me zeker lukken, absoluut. Dankjewel.